1998, toen werd ze vierde met 150 punten. Ze deed nog een keer mee, 9 jaar later haalde ze niet de finale, maar had wel een gloedvolle vertolking van haar lied toen dat eerst ook een hele mooie, misschien nog wel mooiere Nederlandstalige versie had. Ik heb een paar keer met haar Eurovision in Concert gehost en Avans Live. Ze gaat volgend jaar echt een van de 3 presentatoren worden van het Songfestival, naast Jan Smit en Chantal Jansen en trouwens ook naast Nicky Tutorials. En speciaal voor jullie heeft ze de meest Eurovisie-achtige jurk ever uit haar eigen levensgeschiedenis aangetrokken. Geef haar een heel groot applaus, Etsilia Romley. Nederland was koel en dun en dan vooral het weer. De wind die laat nooit stil, mijn liefde schreeuwen des te meer. Wat ik in jouw ogen was, ontstak bij het vuur. Ze vonden de hartes vol, de schat, de kracht van de natuur. Hemel en aarde bewegen als je voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het lot bestaat. Hemel. Gelukkig
Dank jullie wel. Oh jongens.